hadden we een artikel over dat Turkse bijstandsfraudeurs, dat die moeilijk aangepakt kunnen worden, dat het discriminerend zou zijn. Vindt u dat de wetgeving daarop aangepast moet worden? Nou, we zijn nu bezig met het ontwikkelen van een toets om gemeenten te helpen om inderdaad fraude aan te kunnen pakken, zonder dat het, zal maar zeggen, discriminerend uitpakt en wordt teruggefloten door de rechter. Dus de staatssecretaris van Sociale Zaken is daar nu mee bezig om dat te ontwikkelen. Wanneer gaat dat komen en op welke manier wilt u dat doen? Precies de tijd, dat weet ik niet. Maar vorige week donderdag heeft ze een brief gestuurd naar de Kamer om antwoord te geven op deze vraag. We hebben gezien dat het vaker voorkomt. We hebben natuurlijk allemaal dat er fraude met sociale zekerheidsgeld wordt aangepakt. Maar wel op een juridisch correcte manier, die ook niet discriminerend is. En daarom zijn we met deze aanpak begonnen. Heel veel gebeurt al via de Nederlandse ambassades in landen buiten Nederland. Snapt u dat het frustrerend is voor gemeenten dat zij, als zij nu bureaus inhuren en zij kunnen goed daarmee fraude aanpakken, dat het dan weer niet mag? Ik begrijp heel goed dat het frustrerend is, maar we hebben natuurlijk niet voor niks allerlei wetten en verdragen waar we ons netjes aan moeten houden. En die ook juist ook bescherming bieden aan individuen, aan u, maar ook aan groepen mensen die, bijvoorbeeld Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders. En daar moeten we ons netjes aan houden. Dus als we nou fraude gaan aanpakken, waar ik voorstander van ben, moeten we het ook binnen de kaders van de rechtsstaat doen.